Hoi en welkom bij Wetenschap 101. Tijdreizen is makkelijker dan je denkt. Heb je je wel eens beseft dat het beeld van de maan een seconde oud is? En als je naar de zon kijkt, dan zie je iets wat 8 minuten geleden gebeurde. Dat komt omdat het licht niet sneller gaat dan zo'n 300.000 km per seconde. Het licht heeft met die snelheid vanaf de zon zo'n 8 minuten nodig om de aarde te bereiken. Kijken we naar de andere sterren om ons heen, dan kijken we tientallen, honderden of duizenden jaren terug in de tijd. En met telescopen kunnen we zelfs nog veel verder terugkijken. Wat is dan het oudste licht dat we kunnen zien? Als je een radiotelescoop op je dak zou hebben, dan is het oudste licht de kosmische achtergrondstraling. Het werd uitgezonden toen het universum nog maar 370.000 jaar oud was. In de loop van de laatste 25 jaar hebben we steeds betere kaarten kunnen maken van dit allereerste licht in de kosmos. Op zo'n kaart zien we in feite kleine temperatuursvariaties van het vroege heelal. Deze laatste kaart is pas een week geleden gepubliceerd. Het is het nieuwste resultaat van de Europese Planck-satelliet, vernoemd naar de Duitse natuurkundige Max Planck. Mooi, maar wat kunnen we ermee? Wetenschappers kunnen aan de hand hiervan nog betere inschattingen maken over de samenstelling en de leeftijd van het universum. En wat bleek vorige week? Het universum is nog ietsjes ouder dan we dachten, een luttele 80 miljoen jaar erbij. Dat betekent dat we dus nog een fractie verder kunnen tijdreizen dan we dachten. We kijken hier 13,8 miljard jaar in het verleden. Tot de volgende keer!